Daar met de zeil, daarachter volgt dan aan de buitenzijde Galaxy Way, die neemt over. Galaxy Way is onze leider als we voor de eerste maal langs de winstaan aan de koelpuntspot ingaan. Met op de tegenplaats even draait Rapida galoppaal. Op een gorddroge drafbaan werd woensdag in Emmeloord het tweede drafsportevenement van het jaar gehouden. Zo'n 1500 bezoekers zagen dat de paarden letterlijk veel stof deden opwaaien tijdens de wedstrijden. In de laatste wedstrijd was Galaxy Way met overmacht Wim verkijkt. Op de tweede plaats Kloos, Dancing Noble en vergelijkt Rapida. En op de vierde plaats... Lekker veel publiek vandaag. Waarom zijn er zoveel liefhebbers van de drafsport? Nou, we hebben vanavond twee dingen. We hebben vanavond ook de ponyrace met het Grand National Team. Er zijn dus mensen die komen ook voor die kleine Shetland ponies. Dat geeft toch wel een beetje meer cachet aan de zaak. En daarnaast heb je natuurlijk de mensen die vast spelen of gokken, zoals jij het noemen wil. En die zijn er ook altijd. Het is mooi weer en Emmeloord ligt heel centraal. Dus het is een baan waar de piqueurs heel graag komen. En je ziet hoe druk het is. Het is een hartstikke drukke avond. We zijn heel blij. Nou is het lekker weer vandaag. De baan is gort en gort droog. Maakt het dat nog bijzonder voor de rijders? Nou ja, kijk, weet het is het met zo'n baan. Het is als het heel veel regent, dan is die veel te nat. En dan heb je natuurlijk spoorvorming. En nu is die wat droog en het stuift wat. En de baan is wel keihard. Maar dat is overal in Nederland. Er is nergens waar nu een baan niet keihard is. Gaat het dan ook harder? Nee, dat maakt niet veel uit. Nee. Voor de bezoekers was het een perfecte dag. Veel liefhebbers komen natuurlijk om naar de paarden te kijken, maar ook om te gokken. Ja, leuke dag. Altijd weer gezellig. Altijd weer bekenden tegen. Wat is er nou zo leuk aan drafsport? De kneuterigheid. Ja, het is toch een beetje apart volk natuurlijk hier. Ja. En het gaat natuurlijk om de dieren, maar ook een beetje om het gokken, hè? Ja, om het gokken. Ja, dat zeggen ze niet, maar dat is natuurlijk wel zo. Ja. Dag meneer, heeft u wat gewonnen? Ja. Race nummer 10 gewonnen. Ja. Dus dat is een mooie dag voor u? Ja, zeker een mooie dag. Ja, het ging 9 keer niet helemaal geweldig, maar nou laatste race gewonnen. Ja. Dus prima afsluiting. En dit is de buit? Dit is de buit, ja, van vanavond. Hoe groot is de winst? Ja, 70%. Ja, had u nu maar een ton ingezet? Precies, ja, dat gaan we de volgende keer denk ik maar doen. Ja, een eurotje ingezet en 1,70 terug. Nou ja, toch leuk. U kunt wel thuiskomen. Ja, ik ga vrolijk naar huis. Ja, het is niet zo dat u tegen uw vrouw moet zeggen, schat, we gaan verhuizen. Nee, we kunnen lekker blijven wonen. Nee, maar dat is toch gewoon leuk dit. En gewoon klein geld en plezier met elkaar. En de paardensport een beetje onderhouden. Nee, leuk. Toch is volgens de meeste bezoekers de leuke sfeer het belangrijkste op het evenement. Ja, enorm. Ik vond het... He, dat is een traditie die bestaat al decennia. Ik woon sinds kort aan deze straat en het is alles zo enorm gezellig, leuk. Het is wat amateuristisch, althans een uitstraling, maar het heeft een hele leuke, prettige uitstraling. Op 22 augustus is het derde en laatste drafsportevenement van dit jaar op de drafbaan van Emmeloord.